Benny, come on. Misfit. Goed zo, in de benen. Ik ga nu even het voer ophalen bij mijn moeder. Die heeft het helemaal braaf klaargemaakt voor alle eenden. Dus dat gaan we even ophalen daar. Want wat eten ze? Ze krijgen een beetje brood, speciaal graan en eendenkorrels. Die hebben we gedoneerd gekregen, heel lief. Maar heb ik altijd begrepen dat je eenden geen brood moet geven? Dat is een beetje uit context gerukt. Want eigenlijk komt het omdat mensen op een gegeven moment steeds meer eten gingen dumpen langs de slootkant. Onder het mom, de eenden eten het wel op. Daardoor kwam er dus een overlast en overschot aan meeuwen en aan ratten en ander ongedierte. Dus daardoor hebben ze op een gegeven moment maar gewoon een statement gemaakt. Helemaal geen eenden meer voeren. Hallo? Eentje lief, hè? Gaan ze eten, goed zo. Maar verpest je ze eigenlijk niet, want ze moeten toch zelf hun voer zoeken? Ja, dat klopt en dat doen ze ook zeker wel. Maar doordat ik ze hier te eten geef, lopen ze eigenlijk de weg minder op. Waardoor ook minder aanrijdingen zijn. Het is voor hun veiliger en voor de automobilisten veiliger. Ze zoeken nog steeds hun eigen voedsel, maar die doen ze ook nog. Dit is Sammy. Sammy is als klein eentje gevonden bij de lokale supermarkt hier op het parkeerterrein. En die heb ik grootgebracht. Wat maakt eenden nou zo leuk voor jou? Ja, de manier waarop ze naar je luisteren als een klein eendje achter je aanlopen. De eendenfluisteraar. Dat ben ik.